gesprekje met de woordvoerders. Ik heb ze erop aangesproken, meerdere personeelsleden. Van waarom is er geen toezicht? Of die kinderen die daar komen kijken wel 12 jaar en ouder zijn. En waarom lopen hier zoveel kinderen rond? Er is helemaal geen toezicht op deze verdieping. Hallo. Ja, ik werd net gevolgd door een paar mensen en ik denk, waarom spreken jullie mij niet aan? Dan kom ik buiten, dan zegt het personeel, ja, jij hebt al gehoord dat je niet meer welkom bent, je moet weggaan. Ik zeg, dat heeft niemand tegen mij gezegd. Ik heb het gewoon geobserveerd wat daar te zien is. Orgasmes, hele rare dingen, naakte afbeeldingen dat je mensen moet aankleden. Er staat voor 12 jaar en ouder, maar ik zie niemand van het personeel daar toezicht op houden. Ik vind dit schokkend. Mensen hebben mij hier naartoe gestuurd om het met eigen ogen te zien en een reportage te maken. Want we leven wel in een tijd dat Nederland heeft heel veel pedofielen. En die vinden dit prachtig, dat kinderen met seks geconfronteerd worden. En het doet wat met de hersenen van kinderen, met de geest, met de ontwikkeling. Daarom ben ik hier. En ik hoop voor dat jij over die afdeling daar gaat. Nee, ik ga niet over de inhoud van de afdeling. Ben je nu onze raad opnemen ook? Nou, ik dacht, als jullie vijandig worden, wil ik dat. Ik kan hem nu afsluiten, dat, nee, maar je bent nu vriendelijk. Ik hoef niet vijandig hebben. We zijn ook, we hebben geen vijandige bedoelingen. Mag ik jullie filmen? Nee. Oké. En ook niet opnemen. Niet opnemen, nee. Dat zet ik er nu uit.